Vandaag de kunstroute door Brisbane. BAD, Brisbane Art Design. Niet lopend met de auto, maar met de bus. Wij verzamelden ons met een kleine 20 mensen, 3 mannen en de rest vrouwen, naar een tour dwars door Brisbane heen. Dit is de eerste plek van een kunstenares die naast de kunststukken er ook een redelijk efficiënt bedrijfje van gemaakt heeft. Dit mooie boek hebben ze ervoor gemaakt en daar achterin, daar staat ze. Dit is een van de werkplekken van de kunstenares en hier doet ze haar administratie. Nou, valt een beetje tegen denk ik om dat te kunnen regelen. Inmiddels alweer bij de tweede galerie aangekomen. Dit was ook een van de dames die we vandaag tegenkwamen in het museum. Het was best gezellig en haar keramiek was heel duidelijk. Het leek een beetje op Marianne van Heeswijk in Nederland. Dit is weer de volgende. Ellen Lightfoot, die uitleg geeft over hoe zij haar kunst maakt. Dit is het proces, bakken, halffabrikaten. En dan hier staan de kunstwerken op een rijtje. Dit zijn de oorbellen die Monique kocht, die worden ingepakt. En inmiddels weer naar de volgende. Hier was ik niet zo heel erg kapot van. Maar de man had een uitstekende uitleg hoe dat hij zijn kunst maakte. En dat was weer wel interessant. Iedereen luistert keurig. Nou, dan nu weer naar de volgende. En hier hebben we zelf ook wat gekocht. Niet schilderijen, maar aardewerk. Dit was de laatste. Alleen glas. 4 kunstenaars die met elkaar een soort van maatschap hadden, maar allemaal verschillende dingen maakten. Dit vond ik erg mooi. En dan 's avonds. Het feest ging gewoon verder met in het park de Botanical Garden. Eerst eten, want dat doe je als goede Aussies. En dan een soort van vuurpot. Heel bijzonder, ook met lucht erin. Ja, die je ruiken kon. Dan het park was mooi verlicht. En dan zie je inderdaad dat je met LED een hoop kunt. Dit was een bijzonder iets. Iedereen mocht touwtjes aan elkaar knopen. Ja, hier was ik wel minder kapot van. En wij wandelen gewoon verder. Dit vond ik by far het leukste. 2 Nederlandse kunstenaars, 1 uit Rotterdam en 1 uit Eindhoven. En je kon ook zelf dingen maken. En dan ging er in één keer het licht aan of het licht ging uit. Heel bijzonder. Nou, hier heb ik niet van kunnen ontdekken wat de kunst was. Want dit waren gewoon gezellig bloemetjes. En Monique kijkt even hoe we verder moeten. Door het laantje met de vlinders. Op zich al een heel gedoe om al die bomen van vlinders te voorzien. De huisjes in de vijver. En dit was het laatste kunstwerk. En dan vandaag naar het museum om een aantal dingen te zien. En daar kwamen we dezelfde kunstenares weer tegen, helemaal links, met de blauwe jurk. En zij maakte dat stuk wat erachter staat, wat hier nu op de voorgrond komt. Nou, dit was het weer. BAD. Het is nu voorbij. Doei!